Ja, precies. Je weet echt niet dat jij bent. Ja? Is dat toch al in de titel, een klootzak? Ja, toch voor het idee. Jodep, gasten en... Wat is dit nou, jongen? Schiet nou op, ik zit met een eend. Haal die eend maar gewoon weg. Ze zien toch al aan de titel dat de packs gaan openen. Ja, daarom. Nou, dat dus. We gaan packsen openen vandaag. Hey, Mila heeft een legit gepackt. Dat gaan wij ook doen. En ja, dat dus. Hey, eerste pack. Direct in vorm. Ja, je ziet dat ik word gek van die non-rares. Ik vind dat ze gewoon... zo scheid. Ze kunnen ook al eens die rares spelen laag en moeten ze gewoon die andere laten opflashen. Gewoon... En we gaan wel gewoon alles in de clubs door de hele tijd. Want alles gaat... Mensen, we gaan allemaal leuke tips geven. Allemaal adviesjes van Mattie en Rulli. Ja, Cruise is... Waarom is hij überhaupt non-rare? Kijk die stats. No Henk way! Veerman. Henkie Veerman, zo. 6-7! Dat is toch iets van 2 meter 3 of zo? Nee, dat is net geen 2 meter, denk ik. Sowieso Henkie Challenge zometeen, toch? Fuck, hij is slecht, jongen. Hij is gewoon goed. Hedding is overpowered, tenminste ja? Dat niet. 6 voet 7, nee, dat is 1,95. Nee, man. Ik ben 6 voet 3 en dat is 1 meter. Interspeler! Perisic, had je nog niet! Oh, twee Hollanders! Veldman. Die pace van Veldman, dat is al gedowngrade. Maar ziek, ik dacht even dat het Modric was, man. Ja, maar die zijn links midden. Nee, dat zag ik toen, zag ik het al wel, hè? Amateur. Mensen, leuk trouwens dat je... Leuk dat jullie deze video kijken. Liken. Nani! Nee! Eliseu. Wel een gek kaartje, man. Lam. Abraham. Wat is er niet zo slecht ook? Nee, Danny is de CAM. Danny heeft die skills. Ja, Danny, dat is goed. Hij had vroeger al die 5-star skills. Danny Blind. Ja. Rip. Sowieso, je gaat toch met coins over. Wil je wat leuks weten van nou, Danny? Nou, ik wil wat leuk over Danny weten. Ik werkte dus eerst in een café. Buffon. Nee. Viviano. Ja, kut Viviano. Herdinkie. Herdinkie. Nee, even verhaal. Ja, over Danny over dat leuke verhaal. Jij mag packs openen, oh, ja, ik dus ik ga ik me helemaal... Ik ga sowieso... Ik ga me helemaal storten maar, ik zet er trouwens op dat wij nog die coins voor jou gaan openen. Per ongeluk. Dat we die. Dat, we kunnen één pack openen met coins, dat gaat sowieso per ongeluk gebeuren. Snap je niet wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, maar bij mij gaat het niet gebeuren. Ja, bij mij wel, denk ik. Ja, joh. Hey. Oké, leuk verhaal over Danny Blind. Ik werkte dus eerst in een kroeg, café achter iets. Dus af en toe komen er bekende mensen langs. Ik heb toen Ronald Koeman, ik heb er een leuk tweetje over. Ronald Koeman kwam langs toen hij net coach werd van Southampton. Ja. En toen heb ik tegen hem gezegd, ik had het toen ook getweet. Ja. Je moet Tadic moet je meenemen. Nee. Ja, ik ga het nu opzoeken. No way. Nee, echt serieus. Dat geloof ik echt niet. Nee, nee, is echt serieus. Ik ga nu die tweet opzoeken. Ja, maar even serieus, hij zou best een goed idee hebben. Ik had Tadic en Pelle, zei ik, die moet je meenemen. Raul, Joshua, tweet zoeken, Koeman. Oh, Benzema! Ja. Nee, Gignac. Ging gak. Hier, 3 weken geleden was Koeman op mijn werk en toen had ik verteld dat het Tadic en Pelle moest kopen. Vraag maar aan mijn collega. Ja, maar wanneer zijn Tadic en Pelle aangetrokken? Ja, even een week later. Ja? Ja. Ja, maar dan zou ze toch al mee bezig zijn geweest? Ja, maar goed, dat boeit niet. Dat betekent wel dat ik gewoon een goede scout ben. En ze doen het allebei goed. Maar Messi... dat is niet een verhaaltje over... Neymar! Oh, kutzooi. Dat is niet het verhaal. Dit is sowieso geld waard trouwens. Ja, verhaalt hij even van... ja, Danny Blind, dat is niet. Nou, dan komen we bij de volgende bekende die wel eens ben geweest. René Dinges. Van de Gij. Nee, andere... Van de Kerkhof. Nee, van die presentator van de VI. Die weet ik helemaal niet. Wilfred Gené. Ja, Wilfred Gené. Dat is helemaal niet René. Wilfred Gené, die was er ook een keertje. Maar die kwam hertjes zoeken. Die was daar met vrienden. En toen gingen ze serieus gingen ze naar van die vrouwen. Die komen daar. Die gingen ze proberen te hosselen. Ja, nee. Ja. Smikkel hosselen. Maar het was dus ook een keer net omgekleed. Ik loop zo de kroeg binnen. Komt er iemand aan de bar. Yo, dan mag ik 2 rosé met ijs. Danny Blind. Aan de rosé met ijs. Maar met Wilfred? Ja, nee, niet met, met zijn vrouw. Portie bitterballen gewoon lekker smikkelen. Smikkelen, jongen. De bondscoach gewoon, hè. Ja, heel oh. Casio is ook niet goed. Maar daar hebben we een heel lang verhaal naartoe gewerkt, maar dat is dus eigenlijk... Ja, nee, we hebben Danny ook Blind drinkt geen bier, die drinkt gewoon rosé met ijs. En dan gaat het bitterballen homo, jongen. Ja, dat is dan de ene die ons land naar het WK. EK, sorry. Ah, Reuder. Ga jij maar weer verder. Ja, dat is echt drama. Nu al 2000 FIFA-punten. Ja, maar dat gaat ook echt hard. Ik zit ook veel te hard te drukken. Kan deze ook piepen? Nee. What? Ja, dat vond ik dus helemaal kut. Ik maar had die dus dan mee? Zit je hiermee met Roos in bad zo, met het eentje zo? Nee, ik ben mezelf gewoon. Yo. Ben je met het zot te spelen? Voel ik ineens twee kleine robots? Die word ik wel een beetje ongemakkelijk van. Die er eerst nog echt niet zaten. Ik ga het liedje er nu in plakken. Oh, deze, dit staat nu heb ik altijd. Ja, kinderen voor kinderen. Wat doet hij?
Oh, dat is beast. Je ziet het stadion op de achtergrond. Oh, ja, maar dat is dan kan altijd. Je de Kuip kan je erin doen. De Kuip zit in de game, joh, lullo. Oh, prank! Hey, oh, Diamanti! Ja, hij is echt slecht geworden. En het regent. En Valdesje! Flikker nou op. Die... Wat doe je nou? Maar dat kan gewoon zo! Ja, wist je dat niet? Is het hacks of zo? Je weet toch alle ins en outs van FIFA? Dat is fucking handig. Benzema. Oh nee, dit is geen centerback, wat lul ik nou? Palois. Roel! Hey. Roelie Brouwers. Dickie ook, hè? Dickie? Ga naar rechts, Dickie. Nee, joh. Hebben we gewoon weer. Ik ga even wat te drinken halen. Ja? Die is van mij. Thee. Ja, die is van jou. Je hebt dat grote glas. Dat ja. Weet je dat nu echt niet meer? Oké, laatste pack. Geen eens. Hamzic! Is best wel goed eigenlijk. Weet je hoe oud hij is? Ja, ik denk 28. Met hem niet. Wat lul jij nou, die is 19? Ja. Oh, dat is die Minala! Die is fucking bekend toch? Dat was toch die bekende heel? Ja, dat was toch de 19 die eruit ziet als 38. Dat is Minala, ja. Wij zijn ouder dan hij. Ja, als jij geen baard hebt, moet je dan als hij nog een baard zou laten groeien, hè? 5000 coins erbij gekregen. Echt, dit was het waard. Geen legend. Misschien in de volgende pack opening met Matty. Mensen, bedankt voor het kijken. Wil jij nog iets zeggen? Nee, subscribe op Matty. Subscribe op mij. Hij is ook FIFA video's aan het maken. Ja, FIFA 16 zelfs, hè? Ja. Helemaal nieuw. Helemaal nieuw. Nieuw kanaal, nieuw begin. Ja, goed einde. Waarom? Jij hebt nooit normale eindes in je video's, hè? Ronald Koeman, als je dit kijkt, je kan me gewoon bereiken via Twitter of Instagram als je nog andere tips wil over spelers. Doe het. Ik zou zeggen, haal Kazim. Nee, ja, dat zou je leuk vinden. Dan ben je eindelijk van hem af. Ja.